En van de musical gaan we naar de film. Ja, ja. Wat een mooie overgang, hè? Ja, daar hebben we nauwelijks bruggen voor nodig. Ja. Daar, welkom, Tanja van Rode. Dankjewel. Je bent hier met het boek. Ja. Alles is film. Ja, mag ik het meteen heel trots laten zien? Ja, nou, dan gaan we uiteraard. Dat eerst even doen. Dit is hem. Alles is film. Ja. 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 Ik ben dol vers op van film. De pers. Ik ben dol op film. Ja, en jij waarschijnlijk ook. Ja, best wel, ja. Ja. Waarom wil je een boek schrijven? We kennen al Alles is Liefde. Hè? Het is een titel die je lekker ligt. Ja. Alles ja. is film. Waarom wilde je een film schrijven over, of een boek schrijven over film? Nou, omdat, kijk, weet allemaal, films neem je mee op reis. Hè, je gaat naar de bioscoop. Je bent weg. Je bent weg, andere culturen, plekken waar je normaal nooit komt. Naar werelden die je of alleen in fantasie tot leven zijn, of plekken ter wereld waar je zelf niet zo snel heen kan gaan. Maar waar mensen heel vaak niet bij stilstaan, is dat er achter die wereld nog een hele wereld schuil gaat. Van mensen die dus samen die film hebben bedacht, gemaakt, gepolijst en gemaakt tot wat het uiteindelijk is. Ja. Nou, en wat wij heel graag wilden was mensen meenemen achter de schermen van de Nederlandse filmwereld. Om te laten zien van ja, wat eigenlijk uniek is aan die wereld. En ja, we nemen eigenlijk een uniek kijkje achter die schermen. Achter de schermen, dat willen we allemaal wel eens, hè? Ja, want je hoort altijd mensen zeggen, jij wil een film maken, maar er is geen geld. En dan worden de bedragen genoemd waar ik stijl van achterover val. Ja. Maar als ik dan lees, even pak het erbij, hè, wat er nodig is aan, dan snap ik het wel. Bij de productie is er nodig. Scenario, producent, financiering, regisseur, storyboards, casting, nou, waslijst. Ja. Dan hebben we distributie, aankoop, verkoop, vertalen, ondertitelen, nagaan, zo staat die, posters, trailers, nou ja, een hele waslijst. Ja, bij de vertoning hebben we filmprogrammering, filmvervoer, digitalisering, bijzondere vertoning en ook een hele waslijst. Ja, ja en als je dat dan leest, dan denk je, hoe dit leest, kan denk het? Je, hoe, ja, ja. Dat er überhaupt nog films worden gemaakt. En dat is ook eigenlijk heel uniek. En zeker dan in Nederland. Absoluut. Klein land. Absoluut. En daarom is het ook zo gaaf om te laten zien dat de mensen die in die branche werken, dat die er met zoveel passie en liefde voor die film doen. Want anders zou dat ook helemaal niet kunnen. Voor die mensen is het ook echt, alles is film. Alles is film, ja. Er is net weer een mooie film uit, van Penosa bijvoorbeeld, ik noemde maar één. Ja, die gaat vanavond in première inderdaad. Ja, die gaat in première. Ja. En dan denk ik, het is toch weer een Nederlandse film gemaakt, hè, mede door die prachtige serie. Ja. Dat kan dan wel. En hoe kan het dan dat daar dan geld voor is? Of bezuinig je op tweederangs acteurs? Nee. Het snel maken in korte tijd? Absoluut niet. Kijk, er wordt niet bezuinigd op dingen. Alleen, er wordt gewoon met de middelen die er zijn zo goed mogelijk product neergezet. Ja. Wat vinden de filmmakers zelf van dit boek? Ik noem een Paul Verhoeven. Ja, dat was echt wel heel gaaf. Want we zijn dit boek op een gegeven moment gaan maken. En dan ga je rondvragen aan mensen om verhalen en leuke anekdotes. Want daar moet je het toch van hebben. Ja. En een van de eerste mensen die we ook benaderen was dus Paul Verhoeven. En die was ontzettend enthousiast. En die zei eigenlijk van, ja, ik vind dit zo'n gaaf project. Omdat mensen er helemaal niet bij stilstaan wat er inderdaad allemaal komt kijken bij het maken van zo'n film. Ja. En bijvoorbeeld Tim Oliehoek, regisseur, die zei ook, oh wauw, ik wou dat er zo'n boek geweest was toen ik jong was en dacht, ik wil iets gaan doen met film. Maar het is het ook een soort handleiding niet. Dan? Nou, we hebben niet geprobeerd een complete handleiding van als ik loop die te maken voor het maken van een film. Ik wil een film maken en begin daar. Nee, want dan zou die echt, denk ik, 2500 pagina's moeten zijn in plaats van de 256 die er nu is. Maar we hebben wel geprobeerd om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen, dat mensen echt wel zoiets hebben van, jeetje, wat is dat een ongelofelijke wereld die erachter schuil gaat. Ja. Ja, ja. Paul Verhoeven, we noemden zijn naam al, maar de actrices zoals Monique Hendricks, hoe reageren die op zo'n boek? Werkte ze eraan mee? Ja, het is echt heel erg leuk dat Monique Hendricks en ook Diederik van Rooij, de regisseur van Penosa en natuurlijk de hoofdrolspeelster, die hebben allebei een voorwoord geschreven voor ons boek. En die waren eigenlijk direct ook heel enthousiast om dat te doen. Ja, en dat is wel heel gaaf, want dat geeft zo'n project zo'n onwijze boost als je dat met elkaar bedenkt. En er zijn dan mensen zo enthousiast uit de wereld zelf, van voor en achter de schermen, die zeggen, ja, dit is gaaf, hier doen we aan mee. En dan hebben we het over inderdaad de bekende naam van voor de schermen, zoals Monique Hendricks, Barry Atsma, Carice van Houten, Tekla Reuten, Maarten Heijmans, maar ook meer achter de schermen, maar ook rechts. En hebben jullie die allemaal geïnterviewd ook? Ja, we hebben ruim 150 filmprofessionals geïnterviewd. En die komen allemaal aan het woord in dit boek. Ja, dus het was echt een ongelooflijk project. Ja. Waarbij ik samen met mijn collega's Riet en Jeroen, wij maken het vakblad voor een Nederlandse film- en bioscoopbedrijf. Ja.
En dat bestaat dit jaar 25 jaar. Ja. En het team van redacteuren, dat zijn allemaal mensen die echt hun sporen verdiend hebben als filmjournalisten. Die werken dus ook, hebben dus ook meegewerkt aan dit boek. En die hebben heel veel van die interviews gedaan. En dat met elkaar verdeeld over de hoofdstukken en de onderwerpen. En wat willen jullie met het boek bereiken? Wie moet het boek bereiken? Nou, het is vooral voor mensen die gewoon iets hebben met film. Ja, gepassioneerd filmkijkers. En ook de mensen die het gewoon leuk vinden om film te kijken, maar zich nooit hebben gerealiseerd van hoe komt dat eigenlijk tot stand? Het is echt gewoon ontzettend leuk om te lezen. Ja, dat is natuurlijk makkelijk. Ik heb het zelf gemaakt, hè. Gek zijn als ik het niet zou zeggen. Maar we hebben het een aantal mensen laten lezen. Ook mensen die niets met film hebben. En die hadden echt zoiets van, wauw, dit is wel echt een heel gaaf document. En wat we heel graag willen is die mensen vertellen. Vooral ook de mensen eens in de spotlight zetten die ook achter de schermen zitten. Ja, onbekend. Je ziet ze in de aftiteling, maar dat gaat vaak heel snel. Nou ja, dat was het. Iedereen loopt dan al weg vaak. Dat je denkt, blijf even zitten. Kijk klopt. Even. Ik blijf altijd vaak zitten. Vaak is de muziek heel mooi. Ik hoop tot het laatst. Ja. En dan maar wil je even weten wie. En de muziek wil je nog even weten. En dan denk je, geniet toch even na. Ja, nee hoor. Mensen staan dan inderdaad al buiten. Ja. En we hopen dat dat een effect is van dit boek. Dat als ze dit boek hebben gelezen, dat ze de volgende keer denken, ik blijf zitten. Ik ga even kijken wie er allemaal hebben meegewerkt. Ja, want dat zijn juist ook de mensen die veel die verdienen maken. Ook de spotlight, absoluut. Zullen we zeggen. Ja, en dat is ook wat we willen. De belangstelling voor film gewoon onder de aandacht brengen. Ja, mooi. Ja. Maar het is een programma wat wij maken voor de Bollestreek. Ja. Nu komt-ie, want waar wordt dit boek gepresenteerd? Nou, we hebben een grote boekpresentatie. Dat is buiten de Bollestreek. Dat is in Amsterdam bij het NDSM Theater. Ja. Maar wij gaan met de makers gaan wij ook nog, wij noemen het zelf, alles is film on tour. Ja. En ze gaan het land door. En daar doen we een avond waarbij we leuke details vertellen over het achter de schermen. Met mooi beeld, clips, dingen die we net niet kwijt konden in het boek. Daar gaan we mensen over vertellen. En we doen ook een leuke filmquiz die eraan vastzit. En daarmee gaan we in première bij Grimbergen Boeken in Lisse, bij Pauline. Ja, en daar hebben we ontzettend veel zin in. En die is daar natuurlijk heel erg blij mee. Ja, die is daar hartstikke blij mee. En wij ook. Want jij komt uit Lisse, hè? Ja, ik kom uit Lisse. Ja. Dus het is echt een thuiswedstrijd. Ja, leuk. En het is natuurlijk, het is een fantastische boekwinkel. Ja. En als we dan hebben over dingen onder de aandacht brengen, willen we ook heel graag die boekwinkel onder de aandacht brengen. Zoals we dat met elkaar op die manier kunnen doen. En zo'n quiz, gebeurt dat dan in de middag of op een avond? Nee, het is op een avond. Het is woensdag 11 december gaan we dat doen. En ik meen inloop vanaf 7:30. En dan gaan we er met elkaar een hele gave avond van maken. En dan gaan we alles weer nog meer leren over film. Ja, nog meer. Je zal nooit meer hetzelfde naar een film kijken. Je zal nooit meer hetzelfde naar een film kijken. Nou, als dat jullie doel is, dan ben ik daar heel blij mee. Veel plezier 11 december dan. Dankjewel. Bij Grimbergen Boeken in Lisse. En heel veel succes met je boek, Tanja. En dank je dat je hier was.